Fred van Leer ondergaat momenteel een hartverscheurende periode, waarin hij afscheid heeft moeten nemen van zijn geliefde zwager, Rob. Met een diep gevoel van verlies deelt de 47-jarige presentator zijn pijn via Instagram, waarbij hij spreekt over een van de meest uitdagende fases in zijn leven. Op zijn account deelt Fred een emotionele boodschap, waarin hij onthult dat zijn zwager op slechts 56-jarige leeftijd is overleden aan de vreselijke gevolgen van kanker. De term die vreselijke kutziekte gebruikt hij om de genadeloze impact van kanker te benadrukken. Een aangrijpende foto van Rob begeleidt de tekst, die de diepte van Freds verdriet weerspiegelt. In zijn eerbetoon aan Rob beschrijft Fred de overledene als een familielid dat buitengewoon goed voor zijn zus heeft gezorgd. Met dankbaarheid richt hij zich tot Rob en prijst hem voor zijn constante steun aan zijn zus. Dank je, Rob, dat je er altijd was voor mijn zus, schrijft Fred. Zijn emotionele steun aan zijn zus blijkt duidelijk uit zijn betoog. Waarin hij haar aanmoedigt om de kostbare momenten die ze met Rob heeft gedeeld te koesteren. Fred van Leer toont zijn bewondering voor de veerkracht van zijn zus gedurende de afgelopen vijf jaar, waarin zij zich staande hield tijdens de slopende strijd tegen kanker. Zijn trots op haar doorzettingsvermogen komt tot uiting in de woorden: Ik ben zo ongelooflijk trots op hoe jij de afgelopen vijf jaar, tijdens deze vreselijke kutziekte, er zo voorop bent geweest. Deze openhartige boodschap geeft een intiem inkijkje in het verdriet van Fred van Leer en benadrukt het belang van steun en waardering tijdens moeilijke tijden.